Yo mensen, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe Minecraft Skywars. Ik ben Pepijn en dit is Pananel en we zitten... Hallo mensen en welkom bij een horrorspel genaamd De Spear. Ja, let's go. Ik heb die intensieve geluid op. Maar zeker is dat heel slecht. The fuck is dit? Ik had dat wel begonnen zijn. Wow, kijk eens, dit is echt 9 cent waard. Settings. Ja? Is goed. Jongen, ik vind het goed. Ik kan mijn muis niet eens zien. Zo pro is dit, dit spelheid. Wat gebeurt er? Oh. Oké, ik zet het geluid wat zachter. Want joepdoeps. Ik weet niet of het goed is, maar ik laat het wel zo. Ik wil graag op back klikken. Als dat mag. Ik weet niet waar de fuck mijn muis is. Ik kan mijn muis niet zien. Oh. What the fuck? Oh, de geluid is in één keer gestopt. Want je hebt een bepaald aantal geluiden die je mag op de menu. Oh, nou is het weer back. What the fuck kan ik? Mooie soundtrack hoor. Ah, waar is mijn muis? Het is fucking irritant. 12 seconds later. Ik wil graag extra 9 cent betalen voor de muis. Plus. We kunnen hier niet verder komen als ik mijn muis... Try hard om op back te klikken. Alsjeblieft. Oh, what the fuck is dit? A few moments later. What the fuck? Alsjeblieft. Dit is echt verschrikkelijk. Wacht. Nee. Ik ben zo terug hoor. 20 minutes later. 2 hours later. Plus als je... Nee. Als dat op de pikputten. 6 and a half hours later. AM. Yes! Yes, mijn muis is terug! Misschien kunnen we nou eindelijk spelen, jongens. De spare. Yes! Loading! Finally! We zijn back! Let's do this. We zaten bijna 5 minuten. Deze loading screen is erg intens. Ik weet niet hoe slecht dit gaat zijn. Wauw. Is die gecrashed? Of wat? 2000 years later. Is die gecrashed? Wat gebeurt er? Deze loading screen is zo erg intens. Nee, het ligt niet aan mijn computer. Oh my god, we beginnen met de blauwe streep onderaan. What the fuck? Oh, we zijn in een trein, zoals we ook eerder konden zien. Ik kan onder mij kijken, letterlijk hoe de fuck draait mijn hoofd zo. Dan is mijn hoofd zo schuin en dan kan ik... Mijn hoofd klopt niet. Hoe de fuck zit mijn hoofd? Wat nog ik in de stoel? Wacht, oh. Oh, oké. Okay. Nou is mijn hoofd weer recht hoor. Mijn distortion en shit. Mag ik lopen? Graag. Alsjeblieft. Alsjeblieft, graag alsjeblieft. Oh, yes. We kunnen lopen. De spel is echt heel skeer. Find out what happened. Ook al is die skeer! Volgens mij ben ik bang. Ook al is het heel scare, ik ben bang. Plus geen jumpscares. Ik kon niet poepen in de band. Ja. Ook al is het spel 9 cent. Misschien had ik nooit 9 cent uit moeten geven. Kijk, die beautifulheid. Kan ik hier naar buiten? Ik kan naar buiten volgens mij. Waarom zo donker? Dit is echt terrifying. Find out what happened. Volgens mij is het gecrashed. Oh, ik kan sprinten. Oh, ineens mijn de blauwe lijn is mijn sprintbalk. Oké, okay, jongens, we hebben een idee. Als we een spel gaan maken, gaan we de sprintbalk als giant blauwe lijn onderin de scherm doen. Find out what happened. Is niet logisch of ligt het aan mij? Waarom gaat de schaduw met mij mee? Oh nee, toch niet. Ik stap een pipe en ik maak watergeluiden als ik in de water loop. Dit is echt een geweldig spel. Ik hoop dat het niet eng is. Het is 9 cent. 9 cent betekent niet eng, toch?
Kijk maar jumpen. Jumping is best wel logisch, denk ik, want je valt best snel op de grond. Ik had liever hier geen headphones. Oh ja, ik heb headphones op. Wat niet goed is. Oh, want ik hoor allemaal de intensieve geluiden. Hoor die constante stroom geluid. Nee. Nee. Hey, hoe gaat het met jou? Jongen, mijn gast is allemaal aan de poepen in zijn broek. Oh god, what happened? Ik ben geteleport. Ik zit in de treinruimte. What the fuck, man? What the fuck? Ik ga naar die deur toe. Eerlijk gezegd wil ik hier niet in. Als je het aan mij zou vragen, een boek met een... is dat terrifying. What? E. What? Wat staat daar? Links boven een hoek. Gezouten Rusheid. Waarom zitten de Russies? Do not try to escape. What the fuck staat daar? No way out of here. Oké. Bedankt voor de duidelijke peper. Wat is deze groene bal? Nobody is to blame for what happened but you. Jongen, dat is fucking gemeen als je alles... Waarom staat een Russische tekst links boven de hoek? Ik kom hier niet blijven in te blijven. Waarschijnlijk was dat alles wat ik nodig had. Fuck this shit. Ik ga verder lopen. Ik weet niet wat ik oppakt. Volgens mij een lamp. Oh, F is lamp. Ken ik eens F lamp. Volgens mij zijn ze de... Ik weet niet, intens uit. Russisch de talen. Ik vertrouw dat achter mij niet. Misschien moet ik wel in die room blijven voor meer onderzoeken. Maar ja, ik heb batterijen, dus ik gebruik het nou even niet. Kan ik de plafond? Ja, ik wil het wel gebruiken, maar oké, is het een beetje donker. Hij doet trust this shit. Waarom kwam er net de trein eigenlijk? Zo van, hier, neem trein. Lekker gezouten trein in jouw broek. Oké, ik zit weer vast. What the fuck? Zit iemand aan mij? Broeken. Oh, ik mag hier niet naartoe. What the fuck hoor ik? Kom met me! Voel mijn nipper op. Oh, wat gebeurt er? Volgens mij mocht ik. Volgens mij ben ik dood of zoiets. Ik ga nou in slow motion. Kijk deze slow mo. Fuck is er gebeurd? wat is dit? The fuck happened, man? Dat is. Ik heb niet eens 10 minuten gameplay gekregen. Oh, die staat erboven. Sorry, ik zag het niet. Nieuw. Nee. Moet ik helemaal opnieuw beginnen? Nee, ik klik op nieuw game, maar gebeurt geen fuck. Alsjeblieft, zeg niet dat ik helemaal opnieuw moet beginnen. Zulke bullshit. Ik wil graag opnieuw beginnen. Ja, niet echt. Ik wil graag verder gaan waar ik bleef. Ik klik toch op nieuw game? Nee. Nee, je meent niet dat ik helemaal opnieuw begin. Wauw. Nee. Nee toch? Waar de fuck ben ik? Is zo onlogisch. Mensen! Waarom hoor ik een heartbeat met een zwarte scherm? Zoet. Jongen, plus, dit is toch zwaar onlogisch. What the fuck gebeurt er? Moet ik zo mijn hart goed luisteren zodat ik weer leefd kan worden ofzo? Het is eigenlijk niet meer zo eng. Ja, tenminste. Ik vind het mijn 9 cent eigenlijk wel waard, om eerlijk te zijn. 9 cent is gelijk aan dit. Gast. Plus. Wat is... Wat gebeurt er? Moet ik weer iets ergens op klikken? Wat... Esk. Hallo mensen, en we zijn back bij waar we gebleven waren. Wat er nou gebeurde is... De spel crashte random. Dus, ja. Erg... En ik moest helemaal opnieuw beginnen, want... Ultimate spel. Oké, kennelijk zat hier een room wat wij niet wisten. Of ik tenminste. Dus ik ga hier naar binnen. Ik vertrouw dit niet echt. Beetje scary. Hallo? Kijk, daar is nog een room. Ik hou niet voor rooms. Ik ga een beetje afstand nemen. Blauwe. Oh, dat is een batterij. Blauwe vierkantjes zijn batterijen. Wauw, deze deur is erg betrouwbaar. Oh god. Ze hebben de deurphysics wel goed gedaan. En ook dat je door deuren heen kan, is wel handig. Wie plaatst hier een random stoel? En nee, dat is een serieuze vraag.
daar een stoel in deze room van weet ik niet. Oké, dit is best wel eng eigenlijk. Voor als je headphones even op hebt. Jongens, doe headphones op. Is goed voor je lichaam. Ik sta iets rood. Ik rap af! Rood betekent altijd iets goeds. Hallo. What the fuck is dit? Dit is zwaar terrifying. Die geluiden zijn niet fijn! Meneer! Ik durf gewoon niet achter mij te kijken, zo intens is dit. Wow, deze framerate. Deze framerate als ik naar de deur kijk. Wat? Framerate deur, denk je dat ik die ding open, mogol? Press E to open, mogol, stupid. Of ik kan hier naar boven. Zal ik daar? Nee, ik ga die deur niet openen. Jullie willen dat ik die deur open. Ja, dus niet. What the fuck is dit? Ik wil graag niet naar beneden vallen, als het mag. Ik heb altijd me afgevraagd, hoe passen mensen hierin? What the fuck is dit? Ik kan hier niet eens doorheen kijken, ik moet er doorheen of zoiets. Het spel is best wel eng eigenlijk. Het creept mij uit, ook als er geen jumpscare geweest. Ik hou niet van de creeps. Waarom is dit ventilation een hele doolhof? Waarom is de sound gestopt? Fuck it, ik ga hier doorheen. Stuk comfortabeler. Putten, putten, putten. Wat is dit eigenlijk? Dat kan. Oh, oeps, sorry, mijn fout. Ik mag niet. Die opstaan animation. Nee, dit is de room. Of the beast. Wat de fuck ben ik hier ingegaan? Ik wist dat ik dit moest doen. De framerate is zwaar epic. Hallo? What the fuck? Hallo, ik kan hier niet doorheen. Je moet altijd interacten met rode objecten. Gebeurt dus stuff. Wat is dit eigenlijk? Een andere room waar ik erin kan. Zit hier stuff? Letterlijk een useless room. De flashlight zuigt ook meerdere puts. Kijk, deze animation. Oh, ik jump naar beneden. Oh nee, dit keer was niet zo intens. B? What the fuck heb ik gedaan? Oh, een nieuwe batterij ofzo. Oh, tering. Als mijn batterijen op zijn, ga ik stoppen. Wow, jee, nog een ventilation. Mijn favorieten. I love the vents. Maar je kan helemaal niet zo snel door vents eigenlijk. En ik kan mijn sprint. Wacht. Oh, dat is wel cool. Ze hebben een mechanic dat je kan niet kan sprinten in vents. Het is echt niet comfortabel. Het is echt niet fijn. Ik ga rechtdoor, jongen. Fuck this shit. Rechtdoor was misschien niet de goede optie of zoiets. Ik ben zwaar scared. Dit is zware torment hier. Die schaduw werkt ook niet echt mee. Als je over nadenkt. Ik wil hier uit. Ja, eigenlijk niet. Ja, eigenlijk wel. Allebei. Ik wil er uit en in. Yes. Dit is, deze room ziet er erg plezant uit. What the fuck ben ik aan het doen? Misschien wil ik niet naar beneden ofzo? Wauw. Ik heb nog nooit iemand zo snel van de ladder af zien gaan. Oké, stop met naar beneden te gaan. Oh! Wat? Wat? Deze muur! Dat is wel wat happened. Ik viel bijna door een muur heen. Moet ik parkouren? Vast niet. Ik kan niet van de toiletten. Oh, sprintage. Ik zie jump. Vertrouwen in no shit.
Oh, geluiden. Geluiden waren intens, man. Hallo? Hallo? Ik wil graag geen stoten hebben, hoor. Stoten op mijn gezicht? 0110, oké, okay, is goed. 0110, al DFD, al net, groene papieren, groene papieren, groene papieren. Geef maar batterij, jongen, skuthoeren. Skut. What the fuck is dit voor? Ik moet dit voorstellen. Hij wil dat ik naar de groene licht ga. Maar ik wil batterijen. Alsjeblieft, geef mij batterijen. Ik vind het zulke bullshit als ik geen batterijen krijg. Ik ga terug voor de batterijen. Dan voor die groene shit. Dat is het laatste ding wat ik kan doen dadelijk. Kijk, damage? Nee, vast niet. Nog geen groene ding. Meerdere groenheid. Wat is dit? Escape. Very nice escape. What the fuck? Oh, zelfmoord. Ja. Waarom kan ik geen zelfmoord? Godverdomme. Nou, ik snap jou wel. Enige escape is zelfmoord. Ho. Hier zeker ook, of niet? Ik zie daar iets blauws. Batterij. Splitwish, batterij. Nee. Dit is zulke bullshit. Hoe kom ik daar, alsjeblieft? Ik moet daar zien te komen. What the fuck? Oh, dat was mijn laatste batterij. Oké. Oké, dus we kunnen nog verder gaan dan ik dacht dat we kunnen konden. Oké, fuck, dit is er geen naar beneden, want ik zag hier een room of zoiets. Hallo. Wat zijn dit voor mooie gehouten mannen? Ah! Een doos! Oké, dat even meer te zijn, dat was echt niet eng. Wat is dit? Wat is dit voor place? Waar de fuck? Hoe kom ik hier terecht? Oh, water. Mijn favoriet. Vooral groene goop water. Als ik hier in real life was, dacht ik zo van... What the fuck is dit voor plek? Want... Dit klopt gewoon niet. Je loopt letterlijk dood. Of zoiets. Wauw. Tijd van mijn leven verpest. Verspeeld. Nou, dat had ik letterlijk geen doel. Dus waarschijnlijk ben ik verdwaald of zoiets. What the fuck is dit? Ik heb iets opgepakt. What the fuck heb ik opgepakt? Vertel niet wat ik heb opgepakt. Plus, ik zou leuk vinden als ik wist wat ik had opgepakt. Waarom hoor ik water als ik hier ben? Zo unlogical. Waarom kan ik sprint ik zo slow hier? Wat de fuck gebeurt met mijn lichaam? Wat is happening? Hoe kom ik hier binnen? Zulke bullshit. Oh, nog een room plek. Hallo? En wat moet dit voorstellen? Nog een trap area. Dit keer is met rode buizen. En geen water. Het is best wel smal. Tenminste, een smalle area. Het blauwe of het rode? Oh, het komt samen. Zulke bullshit. Oké, dit is wat ik noem bullshit, want ik wil hier niet zijn of zoiets. Oh. Hey. Er zijn 0110 in de kant. Yes! Let there be light! Waarom alleen in die room? Wat is dat voor bullshit, man? De generator is aan. Dit spel heeft letterlijk een doel of zoiets. Fuck, was dat voor nut, die generator? Alleen voor dat of zoiets. Wauw. Generator heeft echt geholpen. Het is een paar keren licht aangegaan. Niet een beetje skeer ook niet. Ze geeft letterlijk geen licht.
hier naar boven. Ik voel me een stuk veiliger boven. Als mijn batterij weer opgaat, hè. Cryen 24/7. Hallo. Hallo. kan ik daar zien? Oh, zie ik ook hier komen. Yes! Ik heb het gehaald. Finally. Dit is alles wat ik wou. De battery. Finally, de battery. Nou, echt de vraag is, hoe kom ik hieruit? What the fuck? What the fuck gebeurt er? Oh, oh god. De papier heeft tegen mij gepraten. It's your destiny to be gezouten. Dus jij wilt mij hier graag uitlaten of zoiets? 1 hour later. It's your destiny to be. Ik wil graag niet meer episodes van dit. 1, het is een keer. 2, ik heb een beetje mijn broek gepoept. Dus nee! Oh. 2 hours later. Oh, trial, slechtheid. Zo noob. Oké, wacht. Kijk deze parcours. Oh yeah. Oh yeah, nou hoe kom ik hieruit? 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Nou, it's my destiny to be gevangen. Dus dit was het despair. Ik heb er 1 episode van gemaakt. Want we kunnen niet verder komen dan dit. En ik ga niet alles weer opnieuw spelen. Dit was mijn 9 cent wel waard. Dus als je het spel wilt kopen, koop het nu. Nee, ik koop het nu. Kan niet meer. Waarschijnlijk niet meer. 9 cent tot je het nou ziet en googelt op Steam. Of toch wel. Normaal kost het 2 euro of zo. Geen 2 euro voor spelen aan dit. Dus geen 2 euro waard. Je kan beter ijsje of koekje of snoepje of poepje gaan kopen. Van de supermarkt. Of andere dingen. En dan zie ik jullie. De volgende episode. Of van iets anders. Bye bye.